Hallootjes allemaal, het is Marien van Scrappiness hier en vandaag ga ik jullie eens laten zien hoe dat ik eigenlijk een mini-album afwerk met patroonpapier. Wil je graag weten hoe dat je de basis in elkaar steekt? Dan moet je gewoon maar eens een workshop komen volgen of eens een berichtje doen en achter een tutorial vragen en dan help ik je heel graag verder. Maar vandaag ga ik je dus laten zien hoe dat je ertoe komt om van een simpel zwart klein stukje iets heel erg moois te maken. Het papier dat ik ga gebruiken is van Create Paper. En zoals jullie al weten werk ik heel graag, of liever gezegd het liefst, met patroonpapier van 12 inch bij 12 inch. Ik ga hem eventjes openen. Soms zit er zo een klein plasticje rond. In je paperpad vind je verschillende... Deze is van een andere lijn. Dus vind je verschillende papieren terug. Heel erg mooie patronen. Heel erg vrolijk. En het moeilijkste, je moet keuzes beginnen maken. Want wat ga je waar doen? Heb je wel genoeg van alles? Ja, altijd een heel spannend moment. En ook als je de eerste keer begint, ook heel erg akelig om te doen. Maar weet je wat? We gaan er gewoon aan beginnen. Wat heb ik nodig? Mijn trimmer. Ik ga hem openen. Rolletje tape, zuurvrij. En dan de Distress Ink. Hier heb ik het niet over gehad in mijn vorige blogbericht. Maar, wat is het? Dit is eigenlijk een inkt dat ik ga gebruiken om mijn papier mooi mee af te werken. Ik gebruik daarvoor een klein... Je kan het eigenlijk best vergelijken met een stempelkussen. Ga ik heel zachtjes over en dan ga ik mijn papier ermee indebben. Maar dat laat ik je straks wel zien als we één keer bezig zijn. Nu, wat heb ik nog nodig? Heel belangrijk. Mijn T-ruler. Oké. We gaan gaan beginnen. Ik kies een aantal papiertjes uit waarvan ik denk, oké, dit kan mooi worden. En ik ga gewoon beginnen met de cover. En zien, mijn oog valt op dit hier. Ik dacht... Dit rode voor hier zo te doen. En dan kan ik nog van die leuke figuurtjes hieruit nemen. En dan voor op het klepje dit ruitjespatroon. Ik denk dat het mooi gaat zijn. Ik ga gewoon beginnen met het uitsnijden van mijn figuurtjes hier allemaal. En dan moet ik eventjes kijken hoe ik hem het best kan leggen. Ik kan hem gewoon door midden snijden. Hoe gaat dat in zijn werk? Wel, de Fiskars trimmer, die heeft een soort van draad hier in het midden lopen. En ik zorg dat die draad eigenlijk gewoon exact, of zo exact mogelijk, op mijn papier ligt. En als ik zeker ben, hou ik hem zachtjes vast en ga ik snijden. Voilà, hij is er mooi afgekomen. Twee perfecte stukjes. Ik ga gaan voor dat beertje. Sommige lijnen die hebben ook aan de bovenkant een leuke randje zitten. Zoals deze hier. Ja, heel jammer dat ze hier zo een gat in perforeren. Ik snap eigenlijk niet waarom, want kan je perfect gebruiken om je kaarten nog meer verder te versieren of om als bootje te gebruiken. Veel te mooi om zomaar weg te doen. Zo. Deze vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk om de zijkant te gebruiken. Eertjes aan de kant doen. Voilà. En ik ging voor het beertje gaan, denk ik toch. En ik kan al onmiddellijk laten zien dat ik mijn Distress Ink moet gebruiken. Ja. Voilà. Dus ik neem hem. Eventjes zachtjes opduwen. En dan ga ik gewoon... Dus dit wordt mijn bovenkant. Van boven naar beneden ga ik hem eigenlijk invrijven. Waarom doe ik dat? Normaal als je gaat snijden... heb je een witte snijder. Want als je hem gaat invrijven met de Distress Ink, dan gaat die rand verdwijnen en gaat donkerder worden. Ik heb nu de kleur Walnut Stain gebruikt. Je hebt de Distress Ink van Tim Holtz in verschillende kleurtjes, maar ik vind dit het meest leuke. Er zijn ook heel veel mensen die vooral in Amerika zwart gaan gebruiken, Black Soutane, maar vind ik persoonlijk net iets te hard overkomen. Ik hou wel van het... Ja, het iets wat zachtere effect. Zie je, je ziet het jammer genoeg niet zo heel erg goed op camera. Maar het springt wel meer in het oog.
En dat is uiteindelijk de bedoeling. Je zou het eigenlijk echt gewoon recht voor je moeten zien. Heel erg mooi effect. Dit is zo'n beetje de finishing touch. Heb je het nodig als je pas begint? Nee. Maar het voegt wel een meerwaarde toe aan je album. En daar wil je uiteindelijk wel voor gaan. Hè? Dat wat je maakt, dat wil je mooi hebben. Of niet soms. Ik toch alleszins. Een paar jaar geleden, toen ik pas met scrappen begon, ik geef toe, ik had ook helemaal niet alles. Ik geloof zelfs dat een van de eerste dingetjes die ik heb aangekocht, gewoon echt te miskopen waren. Zoals bijvoorbeeld een snijmesje. Ik dacht van, oh ja, ik zag dat wel eens verschijnen. Van, ik heb zo'n snijmesje nodig dat perfect een krulletjes kan gaan snijden en rondjes kan gaan volgen. Absoluut niet waar. Een gewoon breekmes doet zijn werk al. En waar heb ik dan nog onnodig geld aan gegeven? Dat is ook van, gewoon een soort van snijmatten met figuren waarvan ik dacht van, oh ja, gaat een keileuk effect geven. Ja, een heel leuk effect, maar het werkte langs geen kanten. En het kostte wel genoeg. Dus via deze weg hoop ik jullie al een heleboel leed te besparen. Zodat jullie wel van meet af aan met het juiste materiaal kunnen beginnen. Nu, ik wil hier graag het rode patroonpapier gaan gebruiken. Wat ga ik doen? Ik ga eerst zorgen dat mijn magneten correct opkleven. Voilà. En ik ga hier nog een heel klein beetje scoretape over kleven. Voilà. Waarom scoretape? Ik heb al verteld, scoretape is van een enorme kwaliteit. Super sterk. En hij gaat er dus ook voor zorgen dat 1. Als mijn magneetjes terug op elkaar komen, dat ze niet meer gaan loslaten. Want gelijk deze, die is nu bevestigd op het papier, dus die blijft daar ook mooi zitten. En ten tweede, straks komt het patroonpapier erover. En hij moest maar eens loskomen onder je patroonpapier. En dan gaat hij dus ergens zitten zweven onder je patroonpapier, wat niet echt de bedoeling is. En dan verliest hij heel zijn functionaliteit. Dus vandaar nog eens extra scoretape. Voilà. Nu, de regel. Je gaat dus je papier opmeten. Ik ga op deze manier beginnen. En ik zie, oké, dit is 4 inch. En, eens kijken, 2, 4 en 5 achtste. De regel is, de regel, wat ik persoonlijk het mooiste vind, je doet altijd 1 vierde inch minder. Dus stel je voor, dus dat je patroonpapier, dus dat je cardstock 1 inch meet, dan doe je daar 1 vierde van af en dat wordt dan je patroonpapier. Dus 3 vierde inch. In mijn geval is het nu 4 en 5 achtste, dus dat wordt 4 en 3 achtste. 4 en 3 achtste. Breed. En ik wil hem zo hebben. Dus 4, 2, 4, 3. En nu nog eventjes de hoogte. De hoogte, hij meet 6,5. En een kletsje meer eigenlijk, maar laten we het op 6,5 nemen. Dus dat wordt 6,25. Of 6 1/4. Voilà. Dit gaat eraf. Ik ga mijn inkt gebruiken om mijn patroonpapier af te werken. Ik hoef niet veel te hebben. Gewoon een mooi randje. Zo. Ik ga ook eventjes mijn album erbij nemen. Dus dit is de bedoeling. En ik dacht dus dit beertje erbij te nemen. Dus dan komt die zo. En dan wil ik heel graag... Ik kan deze ook een klein beetje bijtrimmen, zodat die iets mooier uitkomt op mijn kaart. Dus dan zou die langs elke kant een klein stukje korter moeten. Gaan we daarvoor gaan? 1 secondje.
Deze dacht ik hier te doen. Maar dan zie ik, die moet hier een stukje langer worden en hier ook ingekort worden. Dus ik moet daarvan afnemen. Zie je? Kijk. Hij is korter dan dit formaat. En ik wil wel dat het gelijk loopt. Dus hier ga ik straks nog een stukje patroonpapier onder moeten voegen. En hier, kijk, hij past er net op, maar is eigenlijk te breed voor dit stukje. Dus ik ga hier ook nog een stukje vanaf moeten trimmen. We gaan eens piepen, hè. Dus het stuk dat er eigenlijk op moet komen. Dus mijn stukje is 1,75 breed. Dus dat wordt 1,5. Kijk, eventjes nemen. Even uitbeten, snijden. Op 6,25 was het. We gaan kijken of het mooi is, hè. Ik leef nooit iets op voordat ik zeker ben. Dus dit is de bedoeling. Dus dat het zo zou komen. En ik denk dat het mooier is als ik... Ik weet het niet, hè. Ik ben nog aan het kijken. Dus dit is wat het nu geeft. Ik denk dat het wel mooier is als het nog kleiner wordt. En dit stukje wil ik hierop hebben. Dus dat betekent ook wel dat ik deze ook moet gaan trimmen. Zo zie je maar, eigenlijk voor niets geïnkt. Hij is nu exact even breed als deze hier. We gaan kijken, hè. Ik ben nog niet 100% overtuigd. We gaan zien wat het geeft. Het kan ook zijn dat ik het helemaal niet vind. En dan ga ik gewoon voor andere stukjes papier. Omdat je iets kiest, betekent het ook niet dat je je daaraan moet houden. Dus voilà. Deze. Zo. Die komt daarop. Deze ga ik dan ook een klein beetje bijtrimmen langs elke kant. We zullen wel zien wat het geeft, hè. Eventjes bijwerken. Zo. En dit heb je dan. En ik moet nu wel toegeven, ik ben hier eigenlijk wel tevreden over. Leuk resultaat. Dus dat betekent ook dat ik automatisch dit stukje ook al ga uitsnijden voor de achterkant. En dan heb ik die in ene weg. Dan hoef ik dadelijk maar één keer alles rondom rond met tape te voorzien. Dus dat was 4 1/5/8. Dit stukje ging. Zou ik of zou ik niet? Ik heb hier nog een overschotje. Hier zit nog zo'n klein randje aan. Het is anders dan dit. Maar ik weet niet of het stoort. Ik denk het niet. Het moet wel langs deze kant kleiner gemaakt worden. Ik ga het wel doen. Nou, eens kijken. Toch voor uniformiteit. Zo. Was dat nu te breed of was dat niet te breed? Dat is te breed, hè? 3/8. Maureen. Maar ja, ik heb dan ook dyscalculie, dus neem het mij alsjeblieft niet kwalijk. Eén, twee, drie. Voilà. Ik ga deze ook nog even bijsnijden. Dus vandaar, je misrekent je heel erg gemakkelijk. En daarom is het altijd goed om nooit op voorhand al iets te beginnen vastkleven. Want dan je begint onderaan om langs de zijkant mooi uit te lijnen. En dan kom je plots tot de conclusie van, hé, mijn stukje is te groot of hé, mijn stukje is te klein. En dan zit je met een probleem. Want dan ga je je papieren moeten beginnen afscheuren. En daar ga je altijd wel een of ander gevolg van hebben. Nu bestaat er in Amerika wel een product Undo.
En met dat product, met dat goedje, kun je... Ja, dat is gewoon een soort van... Oh, zoals ik het dan zie verschijnen eigenlijk. Hè, is het gewoon een soort van vloeistof. Je bevestigt of je maakt het... Je doet het potje open. Je laat het rustig tussen je papier en je cardstock inkomen. En dan kun je na verloop gewoon eigenlijk het vollediger aftrekken. Dus het is een middeltje dat je dubbelzijdige tape oplost. Gebruik je vloeibare lijm, dan kun je het vergeten. Dus enkel dubbelzijdige tape lost hij op. Misschien toch wel iets om in huis te halen. Ja, voilà, dat klopt. Als ik mijn tape ga bevestigen, ga ik altijd rondom rond. En ook voor het afknippen, ik draai hem eventjes om, dat ik de voorkant zie. Dan heb ik een mooie snijrand om langs af te knippen. Voilà. Ook als je de tape bevestigt, zorg er ook alsjeblieft voor dat je mooi tegen die snijrand aanzet. Liefst zo dicht mogelijk. Waarom? Dat zijn de stukjes die je ziet. Zit jij te ver van de snijrand af? Dan gaat je papier omhoog gaan krullen. En dan ga je altijd zien aan je album. Dat levert niet zo'n mooi resultaat op. Ik ga nog een klein beetje bij eten. En ik neem nog eens mijn ander petje erbij. Ja, die heeft veel beter. Die heb ik ook pas gere-inkt. Ga ik bij mijn voorvolgende ook moeten doen. Zo, dat is één. Het snijrandje mooi bewerken. De meeste mensen vinden dit proces het meest leuke proces. Het kiezen van het papier, het mooi maken van je album. En het is ook heel erg plezierig. Geef ik eerlijk toe. Maar ik vind het ook altijd wel een klein beetje stressing. Omdat je dan, ja, je moet wel definitieve keuzes beginnen maken. En dan ben je altijd zo van, oh, ben ik wel zeker dat het dit gaat worden. En is er iets anders mooier? Nou, uiteindelijk wat je ook doet. De papierlijnen zijn altijd zo samengesteld dat ze bij elkaar passen. Dus binnen dezelfde collectie bedoel ik dan, hè. En natuurlijk kun je ook andere lijnen gaan combineren met elkaar. Want dat doe ik met deze bijvoorbeeld ook. Ik werk hier met papier van Crate Paper. En ik werk met embellishments van KaiserCraft. Van het Self-Effect bijpassen, dus waarom niet? Maar dan moet je ook wel zeker zijn van je stuk dat de kleuren mooi blenden. Als je zeker bent dat het gaat, moet je het zeker doen. Hier ga ik ook mijn tape op plaatsen. Zo. Altijd rondom rond. Je wil dat het goed vast zit. Zo. Voilà, dit stukje. Ik ga het zo laten, ik vind het veel te leuk. In totaliteit komt hij op dit stukje. Voilà. En je merkt ook als je hiermee bezig bent, dit is gewoon echt heel rustgevend, want je bent enkel bezig met je tape, met je papier, met beslissingen maken om iets op te smukken. Je bent gewoon helemaal zen. En wat ik meestal dan ook nog doe, toch zeker als ik alleen werk, is dan ook eventjes Netflix of zo opzetten. En dan speelt er gewoon een leuke serie of een leuke film voor me, terwijl ik hiermee bezig ben. Dit is gewoon echt me-time. En I love it. Zo. We zijn bijna rond. Dan gaan we deze stukjes bevestigen. Doe je dit met een groepje? Ook altijd heel erg leuk, want tussendoor ben je toch wel constant aan het praten, aan het babbelen, verhalen aan het telen. En uiteraard ook aan het kijken wat je bezig bent. Voilà. Heel belangrijk. Tape.
van de magneetjes af. Tape van mijn vel af. Ik kan nog even... Ja, dit past mooi. Even controleren voordat ik opkleef. Altijd heel belangrijk. En zien hoe wil ik hem. Voilà. Ik ga hem mooi uitlijnen. Ik wil hem liefst zo recht mogelijk. Overal even ver van de randjes af. Ik duw hem netjes aan. Zo. Ik deed deze terug eventjes dicht. En dan ga ik mijn beer erbij nemen. Ben ik zeker? Ik ben zeer zeker. Ja. Ik ben ook heel blij dat ik hem getrimd heb. Dus dat ik de randjes iets kleiner heb gemaakt dan dat ze oorspronkelijk waren. Want nu past hij veel mooier op mijn album. Zo. Mijn coversluiting. Hoppa. Ook hier zorg je dat ze mooi liggen. Voilà. Ideaal. Mijn lang stukje. Spannend, spannend, spannend. Ja, ook deze. Mooi, 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 mooi. I'm happy. Hier, mijn figuurtjes wijzen omhoog. Dus ook op de achterkant wil ik dat ze omhoog wijzen. Eventjes al mijn tape eraf nemen. Of liever gezegd beschermbelletje. Voilà. En voilà, mijn voorkant is gereed. Mijn achterwand ook. En nu moet ik alleen nog maar de zijwanden doen. En mijn zijwanden ga ik, net zoals het kleine onderstukje, doen in dit papier. Ik ga eventjes mijn snippers weggooien. Ook altijd een aanrader. Als je hiermee bezig bent, zorg ervoor dat je een grote doos hebt waar je snippers in passen. Voilà, dat is gemeten. Dus papier op het juiste formaat afsnijden. Schön, schön. Voilà. Hier net hetzelfde. Trimmertje. Oh, wat ben ik blij met mijn viskas. Papier even afwerken. Mooi randje bezorgen. En dit doet hem het echt wel hoor. Ja, ik vind het heel jammer dat het zo niet overkomt op het scherm. Ik weet niet of je een verschil kan zien. Ja, je ziet het lichtjes. Dit popt veel meer dan dit stukje hier. En dat is echt wel de bedoeling. Altijd als je gaat inkten. Van boven naar onder wrijven over dat snijrandje. Je kan het randje zo donker maken als dat je zelf wil. Afhankelijk van de hoeveelheid inkt op je sponsje. Afhankelijk van de manier waarop je inkt. Ook hier weer mijn stroken tape. Voilà. Dit stukje erbij. Afknippen. En klaar. En dan kunnen we deze nu weer bevestigen. Stokjes eraf. Voilà. Ben je trouwens in de toekomst op zoek naar materiaal? Denk dan zeker eventjes aan mij. Want het is de bedoeling dat Scrappiness ook een webshop gaat oprichten.
Voilà. De mensen die naar de workshops komen, die weten daar al alles van. En die vragen ook nog wel geregeld van, oh Marien, kun je daarvoor zorgen, kun je hiervoor zorgen? Omdat ze ook natuurlijk het voordeel hebben dat ze hier tijdens de workshops ook al in contact komen met de materialen, met papierlijnen enzovoort. Dus ze weten ook heel erg goed wat dat ze kunnen verwachten. En vooral dat het kwaliteit is. Zo, de cover is helemaal klaar. En nu is het natuurlijk nog de bedoeling dat die leuke binnenkant ook helemaal afgewerkt wordt. Misschien nog wel een leuke voor deze hier. Als je deze wil gaan bekleden, moet je dat nu doen. Want dit is een pocket. Wat ga ik altijd doen? Ik ga hem opmeten. En het mooiste vind ik persoonlijk is dat het stukje, want kijk, dit ga je hier zien, ja, is dat hij ongeveer bijna de volledige lengte heeft van de pocket en ook bijna volledig de lengte heeft tot beneden toe. En hoe je dat dan naar binnen gaat helpen, is op deze manier. Dus je doet je tape, enkel en alleen stukje tape bovenzijde. En dan ongeveer tot in de helft langs deze kant. Dus niet helemaal rond. En hier doe ik meestal ook een klein stukje. Dan neem ik hem zo vast. De pocket gaat open. En dan begeleid ik hem met mijn hand over de tape mee naar binnen toe. Ja, en pas als ik zeker ben, laat ik mijn hand los. En laat ik het papier op de juiste plaats terechtkomen. Met die pockets, vergis je niet, het is niet simpel. Want je laat heel gemakkelijk los of plots begint hij toch ergens vast te kleren. En dan zit je met de gebakken peren. Wat je daarbij kan helpen, is tacky glue. En tacky glue is een heel erg goede lijm, zuurvrij. Heel belangrijk als je met foto's gaat werken. Want je wil natuurlijk niet dat je foto's worden aangevreten. Wat ga je doen? Je gaat een soort van film leggen over je dubbelzijdige tape. Dus je bekleedt eerst met dubbelzijdige tape. En vervolgens doe je zo een heel klein streepje over die tape en wrijf je dat zachtjes uit. En wat ga je dan bekomen? Je gaat eigenlijk een soort van glijmiddeleffect bekomen. Want je tape gaat niet onmiddellijk kunnen vasthechten. En hij gaat wel glijden over het papier dat er is. Dus tacky glue, a must have als je begint met scrappen. Zo. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden en ook dat jullie vooral zin hebben gekregen. Wie weet horen we elkaar gauw. Tadaa!